Hier weer een update over het hollederproces. In de bunker is het deze week eigenlijk buitengewoon saai. Het was erg druk vaak met mensen die 's ochtends zich voor de poort hadden verzameld om ook een glimp op te vangen van de holleder en om wat van de kennelijke verwachte sensatie mee te pikken die het proces te bieden heeft. Die mensen kwamen bedrogen uit en waren 's middags veelal ook vertrokken, omdat het deze week vooral gaat om de geldstromen die Willem Enstra via allerlei zakenpartners naar Holleder zou hebben laten vloeien. Vele miljoenen zouden via de Antillen en onder meer de Maagdeneilanden bij Jan-Dirk Parelberg zijn terechtgekomen, een zakenpartner van Enstra en bij anderen. Waar het nog wel interessant werd tussendoor, was op het moment dat Holleder wat ging vertellen over de reden waarom hij met Willem Enstra zo vaak op deze plek hier afsprak in het Amsterdamse bos. Hij heeft in de Enstra-tapes wordt buitengewoon vaak door Enstra gesproken. Dus dat zijn zijn geheime gesprekken met de criminele inlichtingeneenheid van de Amsterdamse recherche. Hij praat heel vaak over deze plek in het Amsterdamse bos, waar hij met Holleder afsprak of waar hij gedwongen werd te komen opdraven door Holleder. Het ging er dan meestal om dat Holleder hem opnieuw onder druk wilde zetten en opnieuw wilde bedreigen, zegt Enstra en denkt nu ook justitie. Holleder heeft een heel ander verhaal. Holleder zegt dat de achtergrond van de afspraken hier in het Amsterdamse bos is dat de andere topcrimineel John Mierenmet in een interview in de Telegraaf had gezegd dat Willem Enstra de bankier van de onderwereld is en Holleder zijn sterke arm. Willem Enstra kreeg allemaal gedoe met de banken, een hele hoop gelazen, hij kon geen geld meer krijgen en hij wilde zeker niet meer met Holleder worden gezien. Holleder zegt dat dit dan juist een goede plek was die Enstra voorstelde om dan maar af te spreken. U kunt zich voorstellen misschien hoe onheimisch het moet zijn geweest hier s'avonds laat op deze verlaten plek, om het zacht uit te drukken, tussen de hockeyvelden en de Amsterdamse manege. Willem Enstra vertelde voortdurend hoe die gesprekjes gingen. Dat hij daar dan weer door Holleder werd bedreigd. Een andere keer zou hij aan zijn oor zijn getrokken. Dat soort manier van spreken. Willem Holleder blijft dus herhalen dat Enstra juist deze plek had uitgekozen. En waarom? Omdat Enstra al begin jaren 90 met allerlei criminele figuren hier afsprak. Juist omdat het zo afgelegen was. Dus dat het Enstra's initiatief zou zijn geweest. Koos Plooi, de officier van justitie, wierp tegen dat als Enstra en Holleder zo graag in afzondering wilden spreken en zeker niet gezien wilden worden, dat ze toch veel beter bijvoorbeeld bij Enstra thuis of op kantoor konden afspreken. Dan kon Willem Holleder gewoon zijn helm ophouden tot hij binnen was en konden ze binnen, hadden ze alle tijd om te praten over wat ze maar wilden. Holleder vond het allemaal één grote onzinnige verklaring en herhaalde dat Enstra hem hier graag wilde ontmoeten, dat hij het best vond. En dat hij het ook wel een rustige plek vond, waar in elk geval de persfotografen nooit een foto van ze zouden kunnen maken. Omdat hij hier gewoon, nou ja, wie zou op het idee komen om hier te zijn. Volgende week behandelt de rechtbank de laatste stukjes van het dossier afpersing Enstra. De week daarop zal justitie het requisitoor houden dat besloten wordt met de strafeis.